Elke week beoordeelt Vincent Frederiks de kleding van de sterren. Die krijgt de meeste bubbels en ziet er dus uit om door een ringetje te halen. Maar wie oh wie slaat de modeplank finaal mis? Deze week zijn we bij de uitreiking van de tv-beelden in Amsterdam. En we beginnen meteen maar met het slechtst geklede koppel van de avond. Eva van der Weijden-Ven in een tijgerprint smoking waar geen enkel model in zit. Het jasje is te lang, haar telefoon hangt half uit de zak en de broek zit slordig. En dan hebben we het nog niet eens over die malle Lady Gaga-achtige schoenen. Eva's vriend koos voor een grijs jasje en voegde daar een glimbroekje aan toe met daaronder sportschoenen. Heel vreemd allemaal. Snel naar huis. Eén glaasje. Irene Moors in een zwarte skybroek met een glimmend roestkleurig jasje waarvan de mouwen echt te kort zijn. De voering komt er zelfs uit. Zo jammer, twee glaasjes. Zangeres Maan had duidelijk het voorjaar in haar hoofd en koos voor dit rood satijnen jurkje met rozen. Daaronder prachtige glamourlazen. Ook kapsel en make-up zijn mooi gedaan. Goed voor vier glaasjes. Het donkerblauwe pak met zwarte veterschoen staan Mark van Ewen prima. Maar het is allemaal wel een beetje saai. En Mark, als je op de foto gaat, jasje altijd dicht. De vriendin van Mark moet nog even wat rode loperervaring opdoen, want het witte, te ruime topje met een zwarte BH is veel te rommelig. Bijna goed, drie glaasjes. Linda de Mol koos voor een klassiek jasje met een prachtige Chanel-tas. Alleen een dichte hak was beter geweest onder deze broek. Toch goed voor vier glaasjes. Tot volgende week en laat die kurken maar knallen!